Ik ben Manu Kersen en ik ben eigenlijk hoogleraar verliesverwerking aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit in Leuven. Als een kind komt te sterven, is het alsof mensen hun toekomst worden ontnomen. In alle belangrijke stappen, op alle belangrijke kruispunten die ze verder in hun leven zullen zetten, zullen ze dat kind missen. Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist. En op alle cruciale momenten komt dat terug. Men zegt soms, wanneer ben je daar nu overheen? Wel, als mensen 70 jaar later op hun sterfbed liggen, zal er rondom dat sterfbed één niet aanwezig zijn, wat iets zoveel jaar geleden is gestorven. Dat gaat met mensen mee gedurende hans hun verder leven. En dat wil niet zeggen dat mensen niet terug met optimisme naar het leven en naar de toekomst kunnen kijken, maar dat wil zeggen dat op cruciale momenten, die verjaardag van dat sterven, belangrijke gebeurtenissen in het leven, hun 50ste huwelijksjubilee, op het feest dat ze vieren, komt het verdriet boven voor het gemis van dat kind dat zoveel jaar geleden is gestorven. Ik had enkele weken geleden, komt een vrouw de ramenmeter in mijn bureau om nieuwe gordijnen aan te passen. Op de vensterbank ligt mijn recente boek, Verlies van een prille zwangerschap. De tranen komen in haar ogen. Ik zeg, Danny, je hebt precies iets meegemaakt. Hij zegt, 29 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 4 maanden zwangerschap. Een miskraam, zoals ze dat noemen. Geen mooie naam, vind ik. Miskraam. Ik heb vorige week nog aan mijn 4 andere kinderen gezegd, als ik ooit dood ben en jullie vergeten mijn sterfdatum, dan kan ik jullie vergeven. Maar ik zal jullie nooit vergeven dat je de sterfdatum vergeet van uw broertje dat je nooit hebt gekend.